jij interpreteert Santana, je doet het op je eigen manier. Kun je daar iets over vertellen, hoe je dat dan benadert? Ik werd persoonlijk door Jan gebeld, vond ik heel erg leuk om voor dit project gevraagd te worden. Ik bedoel, met Manteca spelen kijk ik ontzettend naar uit. En dan ook nog dit project, het is gitaarmuziek. Dus het was voor mij een hele mooie combi en ik begon te spelen. En toen zei Ben eigenlijk, hé, je klinkt net als Santana. Maar dat was eigenlijk nooit vooropgezet. Maar ik denk dat hij zo in mijn, ik bedoel, ik ben er echt mee opgegroeid als gitarist. Dat waren Hendrix en Santana en Clapton nog een beetje. Dat is waar ik naar luisterde in die tijd. En dat is bij mij wel heel erg blijven hangen, denk ik. Dus het is, ik geloof niet dat ik het bewust, ik denk ook niet dat ik zo klink, maar ik denk dat het wel heel erg in mijn spel nu terug naar boven komt. Waar ik heel blij mee ben, overigens.